Dag, mijn naam is Ryan de Keizer. Ik ga vandaag wat superleuks doen, namelijk naar het jeugdspeelpark. Daar heb je heel veel allemaal leuke dingen. En daar ga je eens heen. Nu ben ik even dingen aan het snijden. Nou, als... Lekker aardbeidjes, een appeltje en we hebben lekker nog donut gehaald. En kruidkoek, dus we gaan daar gewoon lekker ook... Ontbijtkoek! Oh ja, ontbijtkoek. Dus we gaan daar lekker ook even smikkelen. Even nog wat te drinken pakken en even goed insmeren. Want eindelijk, jawel, korte broeken weer. Het is heerlijk, dus we gaan daar lekker... Ja, er is al een vlog eerder van online gekomen, een jaar geleden. Ja. Maar dit keer gaan we ook gewoon lekker daar een handdoek neerleggen in het gras. En lekker een beetje soort van picknicken. Dus, nu gaan we met de tweetjes in plaats van met... Net zoals de vorige vlog. Nou, dan moet je even die vlog kijken. Dan zie je met wie ik toen was. Ja. En nu gaan we met z'n tweetjes. Ja, papa is werken. Oh, nou verklap ik er alleen. Ja, eentje, maar de andere niet, hè? Nee. Dus wij gaan lekker met z'n tweetjes erop uit. Komen we terug als we in het speelpark zijn of in de auto. Tot zo. Nou, zoals je ziet zijn we er. Bij die geitjes zijn we nu. De geitjes. Geitjes. Kijk die daar nou staan. Dat is gewoon een schaap. Ja, daar zit een schaap. En we zijn net al bij de andere dierenwezen kijken, maar daar mochten we niet praten. Dus dat gaan we jullie nu laten zien. Met de muziekje erbij. Dat zijn wel een beetje bijzondere dieren. Ja, tot zo. Komt-ie. Zoals jullie zagen waren dat wel weer net even wat bijzondere diertjes voor een kinderboerderij. En hier hebben we ondertussen weer een varken. Maar bij die dieren mochten we verder niet praten, werd er gevraagd. Dus dat hebben we dan ook niet gedaan. Dus vandaar dat jullie muziekje kregen. Ryan gaat hier ondertussen even lekker van de glijbaan. Nou, dit is dus het jeugdspeelpark. Hier zijn we al eerder geweest. En ja, dit is gewoon echt heerlijk. Je hebt diertjes om naar te kijken. Je hebt een leuke speeltuin. Dus dit is perfect en het is super mooi weer vandaag. Dus het was helemaal top. Ja, heb je die varken gezien? Die heeft kriebel. Ja, hij heeft jeuk. Kijk dat staartje gaan dan. Hé, varken. Kijk op het dak van het huisje. Ja, dat is allemaal mos. Het ziet er eigenlijk wel cool uit. Oké, we gaan even schoenen wisselen. Want wij hebben meegenomen slippers. Want het is echt een beetje warm. En Ryan gaat dan nog even verder klimmen. En de glijbaan. Ik wil even mijn slippers aan, want ik denk anders dat al dat zand in mijn schoenen komt. Ja, komt er zand in je schoenen. Dat is niet fijn. En we zitten hier ook weer lekker bij de paardjes. Daar gaat hij. Er zat nog iemand in. Ja, dat is een jongen die wacht daar. Ja, schrok je. Er zat gewoon nog iemand in. Dat wisten we niet. Gewoon eens rennen met een paard. Ja, staat daar een paardje. Wil je die eieren? Durf jij toch ook wel? Ja. Ja, je kan het. Wil je er echt een doppeltje? Ik heb er geen zin in. Ja. Zo, zitten we dan? Lekker aan de picknicktafel. En we hebben allemaal bakjes met allemaal lekkers. Wow, nee. Dat is ook goed. Aardbeidjes, pakjes drinken. En er zit nog meer in de tas. We hebben een hele tas meegenomen. En dan gaan we heel even lekker smikkelen. Ja. Waar begin jij mee?
plakje ontbijtkoek. Lekker. Ja, tuurlijk wil ik ook. Nou jongens, wij gaan even lekker smikkelen. EZ, tot zo. Daar zit Ryan, lekker te wachten bij het bankje. Ik heb heel even gauw een klein broodje besteld. Zij zit lekker daar te wachten en zwaaien. Dus ik moet even wachten, maar die mevrouw die zei dat het druk was, dus dat het wel 11 minuutjes ging duren. Nu zitten nog lekker konijntjes buiten. Ik zag onder het huisje hier ook konijntjes zitten. Super schattig. Oh, daarachter komt er nog eentje. Echt leuk. Hey! Ja, het duurt 10 minuutjes. 10. Ja. Dat nummer hebben we. Nummertje 3. Sorry. Hoe lang duurt dat er? 10 minuutjes. Ik op de schommel. Ga jij maar op de schommel. Lekker schommelen. Yep. Ik ga even kijken of onze broodjes klaar zijn, goed? Tot zo. Zo, hoe smaken jouw aardbeidjes? Goor. Echt niet. Ryan en ik zitten nog heerlijk te smikkelen van de aardbeidjes. We hebben een beetje suiker eroverheen gedaan. Ryan heeft hier in de hoek een dot suiker gestopt. Zitten we lekker te smikkelen van die aardbeien. En Ryan, het is 19 graden vandaag, dus zo heel warm is het niet, maar het is echt perfect. En Ryan heeft het al zo warm, dat hij al met een koelelement zijn hoofd aan het koelen is. Maar het is niet koud, hè? Nee, het is niet koud, maar af en toe gaat de zon weg. Ik heb kippenvel. En nee, ja, ik heb kippenvel, maar dat komt omdat als de zon weg is. 19 graden is heerlijk, maar toch nog niet bloedheet. Oké, Ryan, parcourtje. 60 seconden. 60? Ja, tijd is al gestart. Je bent al 10 seconden bezig. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Oh. 23 seconden. Heb je nu. Ja, gaat goed, gaat goed. Je zit nu op 47 seconden. Een klein stukje. 53, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, echt net op tijd. Misschien 1 seconde te laat. Die ging snel, hè? Ja. Ja, lekker hoor. Je hebt het warm, hè? Zo, we zijn weer verder gaan lopen. En we zijn hier aangekomen bij het bijennest. Dit keer zijn het er echt wel ontzettend veel. Dus dat is helemaal top. Maar Ryan die gaat hier weer eventjes het blote voetenpad met schoenen. Hoe kan je nou het blote voetenpad betreden met schoenen? Dat kan toch niet? Zijn die bloedheet? Ga je het niet durven zonder schoenen? Ja? Oké, daar gaan die schoenen. Dus deze niet heel erg. Dit beginstukje is niet heel erg. Maar daar is ook nog een beginstuk. Oh ja, je hebt natuurlijk verschillende stukken waar je kan beginnen. Jij gaat hier beginnen. Je begint hier met een soort grind iets. Ja. Daar lopen de paarden ook op, dat zwarte. Ja, maar er liggen allemaal houtsnippers. Ook houtsnippers, ja. Hier boomstammetjes en hier moet je weer over die schelpen. Nee, dat is vals spelen. Ja? Valt mee? Echt? Dat is nou jammer, voor de film had het leuker geweest als het niet mee. Grapje. Nou, hij gaat gewoon weer terug, joh. Oké. Het heet ook echt zo, hè? Blote voetenpad. Daar kan je schoenen. Ja, daar kan je. Dat zijn mijn schoenen. Die heb je daar ergens gelaten. Oh, en hier staan ook nog allemaal paardjes. Lekker smikkelen. Daar hebben we Ryan op zijn blote voetjes. Mag ik hem aaien? Ik weet niet of dat hij het wil, want hij is wel aan het eten.
Ik heb altijd geleerd dat als diertjes aan het eten zijn, dat je ze met rust moet laten. Maar ja, ik weet het niet. En ze... Ja, ze hebben daar allemaal vers voor gekregen. Maar deze kiest toch lekker voor... Ja, dit is ook vers. Gewoon lekker gras. Gewoon lekker vers gras. Dat is meer... Hooi. Hooi. Ja. Zo, die snuit even zijn neus in het eten. Niet heel fris of zo. Is niet heel fris, hè? Ja, volgens mij mag je hier ook inkijken. De deur staat open. Dit is de bijenstal. Oh, dit zijn gewoon wat... Kijk, wat voorbeeldjes die hier allemaal ophangen. Hoe dat er dan allemaal uitziet. Dit is een nest van een boomhommel. Een boomhommel. Dit is van een wespennest. En dat? Het is een wespennest. Zie je het? Er zijn gewoon wat voorbeeldjes. Nou, en hier buiten heb je al die, die bijen. Nou, dat was het eigenlijk. Oké, Ryan gaat rennend over het voetenpad. 3, 2, 1, run! En weer terug. Dus dan deed het geen zeer als hij weer terug gaat. Hé, hey, goed gedaan, man. Even terug bij de paardjes. Ik weet het niet, Ryan. Ik durf het je niet te zeggen. Maar ik denk het niet. Anders zou het misschien wel een beetje raar zijn voor de paardjes. Maar ik ga het niet proberen. Ryan! Jij doet het ook gewoon, hè? Ja, anders had het ook wel een beetje zielig geweest voor de paardjes anders. Maar we liepen eigenlijk hierheen omdat die kleine... Hè? Ze hebben een voetbal. Een voetbal, ja. We liepen eigenlijk hierheen omdat die... Het paardje hier stond en die wilden we toch nog even aaien, maar helaas. Weer weg! Tien seconden! Ja, 10 seconden was je helemaal van bovenaan naar beneden gegaan. Helemaal daarboven in de top naar beneden in 10 seconden. Snel, hè? We zitten nu in een auto. Rijd naar het oosten, richting het oude land. Over 50 meter, sla linksaf om op het oude land te blijven. Wow! Bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Onder deze video. Doei! Doe een duimpje omhoog. Doei! Doei!